mensen, hartelijk welkom. Blij dat ik jullie allemaal hier zie. Vanavond wordt het feest. We hebben hier in Westerende een fantastische oogst gehad. En een fantastische visvangst. En vanavond gaan we dat vieren. Alles is te koop hier. Prachtige appels. Ik word er niet erg vrolijk van. Het is ook triest. Waarover gaat dit? Weten jullie dat? Volgens mij over Anna. En wat is er dan met die Anna? Ik weet het niet precies. Liet niet goed met de af, zo te horen. Ik ben hier nog maar in dit dorp. Ach, nog maar waar kom je dan vandaan, zeg? Ik kom uit de Delfzijlen. De Delfzijlen? Ja. Daar aan het water, daar bij die sluis. Daar bij die sluis. En houdt die sluis het wel met al die totaalde regen? Nog wel. Nog wel. Maar jij hebt droge voeten? Ik heb droge voeten nog steeds. Maar ik ben blij dat ik nu op de ter ben. Ja. Wees maar blij dat we hier zitten. En niet in die Delfzijlen van jou. Nee. Kun je niet wat vrolijker spelen? Nee. Nee? Kunnen we dat niet wat vrolijker zingen? Wie weet er wat? Nou zeg. Ja, mijn body is op. Van Lauwerszee. Van Lauwerszee tot Donnertouw? Ja. Ja, kom op mensen. Geef eens een stootje. Ja. Da, da, da. Ja. Nou. Donnertouw is van Drenthe tot aan het Was. Door Gruiden blijft hij monden aan het rondom hij mondenstaat. Hij klokje waar je van de vrouw. Naar onbestemd land. Hun dorp overvielen, dan roofden en moorden. Tegen Viking geweld was zo'n dorp niet bestand. Door eigen zuster door.
2007. De wind en de zee gingen akelig tekeer. Vikingen vochten het gevecht van hun leven. Roeiden bezeten in hun laatste de vissers hun boten hoog op de wal naar een veilige stek. Dan plotseling een dreun, een schip vastgelopen. Het scheurde door midden en zonk op die plek. Van hen vindt een vechtende viking een arm om hun buik den. Met de ander omklemt hij een radeloos kind. Het is adem koel.
Wat een treurnis. Wat een dappere daad. U begrijpt, het zal niet zonder gevolgen blijven. Laten wij nu ons opstellen langs de boomsingel en het gezicht wenden over de zee. Dan krijgt u het volgende bedrijf. Beste vikingen, wij denken dat u op weg was naar Dorrestad, maar dat u onderweg de verkeerde afslag heeft genomen. U wil natuurlijk een beetje gaan roven en moorden, dat begrijpen we wel, maar doe dat niet hier! Er valt hier niets te halen! Helemaal niks, nee! Kijk, dat vinden wij nou zo jammer, hè? Wat vindt u zo jammer, hoofdman? Nou, dat er zo lelijk over ons wordt gedacht. Alsof wij een stelletje misdadigers zijn. Wij komen hier met de beste bedoelingen. Met de beste bedoelingen, is het niet waar, mannen? Ja! En ongewapend. Wij hebben een lange en zware zeereis achter de rug. En onze koning heeft de meest beschaafde, bekwame en beleefde van zijn onderdanen voor deze reis uitgekozen. Dat... En dat bent u? Ja. Dat zijn wij. Slot! Ha! Slot! Slot! Goed, met de beste bedoelingen, zei u. En wat zijn uw beste bedoelingen dan, als ik vragen mag? Wij zijn hier door de koning, geprezen zijn naam, hier naartoe gestuurd. Uit dankbaarheid voor alles wat u voor ons volk gedaan heeft. Een vierwaardige viking, zoon! Daar is dat mooie vergissing weg! Is dat toch, Nico? Vertel, wat hebben wij voor uw... Ja, volk gedaan? Beste dorpelingen, ik zal het jullie uitleggen. Jaren geleden is hier voor de kust in een novemberstorm een vikingschip vergaan. Met aan boord de zoon van de koning. Het zoon Sven en vrouw Freya en kleinzoon Olaf. Er zit nooit koningszoon aan! Luister graag, ik ben nog niet klaar! De zoon van de koning had wat verschil van mening met zijn vader. Laten we zeggen wat oneenigheid. Laten we zeggen slaande ruzie. Hoe dan ook.
De zoon van de koning Sven dus ging er vandoor met het vikingschip van zijn vader en nam zijn vrouw en kind mee. En ze kwamen terecht in die beruchte novemberstorm die iedereen tot Engeland, tot Noorwegen nog heugt. Het schip en de opvarenden zijn toen vergaan. Ja, en als het echt zo is gegaan, hè? En iedereen is verzopen. Wat kunnen wij dan nog voor u doen? Er is eentje die het heeft overleefd, dankzij de heldenmoed van een van uw dorpelingen. Het was het zoontje Olaf, de kleinzoon van onze koning. Er vinden hier voor de kust zeker 10, misschien wel 20 schipbreken per jaar plaats. Maar van een vikingschip met een koningszoon hebben wij nog nooit gehoord. Heeft iemand van jullie daar ooit van gehoord? Nee, nooit van gehoord. Zwijg! Zwijg! Jouw zoon is niet van een schipbreuk, maar was een vondeling uit de stad. Dat weet ik, dat weet jij, dat weten we hier allemaal. Ja, ja, ja. Weet u zeker dat u in het goede dorp bent? Dat weet ik heel zeker, ja. En hoe weet u dat dan zo zeker? Dat weet ik uit. Ja. Hoe zeg je dat ook weer? Uit betrouwbare bron. Uit betrouwbare bron. Beste man. Dat zegt nog helemaal niks. U weet net zo goed als ik dat bronnen vrijwel nooit betrouwbaar zijn. En zeker niet als ze zo lang geleden zijn als u zegt. Hier heeft niemand van een kleinzoon van een koning gehoord. Nooit van gehoord. Wij weten ook dat de kleinzoon van onze koning de heilige runesteen heeft meegenomen naar dit dorp. Wat zei u? Wat zei je? De heilige runesteen. Zonder deze steen kan er geen enkele koning in ons rijk gekroond worden. Man, we hebben nou eens een nagel om ons de kont te krabben. Als er nu zo'n steen was, dan wisten wij dat toch? Toch? Dan moet jij eens luisteren. Onze koning wil uw rijk belonen. Wij hebben de meest prachtige geschenken meegekregen. Allemaal voor u. Als u ons de kleinzoon van onze koning meegeeft... En de runesteen. Wij vertrekken in vrede en nooit zult u meer last hebben van plunderende Noormannen. Is het niet, mannen? Ja! Hé, hupdik, dan ook nog een ringeteen. Hé, net van man, de service zorg in ons nachtkamer. Ha, hier, van deze, dan heng jij weg. Verstand? Onze koning heeft grote bewondering voor de onbaatzichtige hulp die u tijdens de schipbreuk heeft gegeven. Als u met deze rijkdommen aanneemt, loopt u binnen. Hè? U zult de omliggende dorpen in rijkdom ver overtreffen. Ik wil zorgen dat ik in de oost ben en dat er nog meer schip zit. Wie wil ook nog niet kwijt? Van op water de overheid zit van nou. Wij vragen u enkele ogenblikken om ons te beraadslagen. Omdat u dat zo vriendelijk vraagt en omdat u zo gasvrij brengt. Dan vinden wij dat goed. Vuurzitter, ze werken met 10 man, man. Dan veen ze erin. Dan hebben we schatrijk om er nooit in slaap in te werken. Nooit meer. Ze doen er altijd één schip vooruit om de boel te verkennen. Ze hebben meer schepen achter de hand. Die liggen verderop. Verkloot, winter is bijna het halve dorp gekrepeerd van honger. Ja. Daar willen wij niet meer. Eens wat ze willen en we zijn er. Ja, maar ze willen Ragnar en de steen. Ragnar kunnen we niet missen. Zo'n visser is in de verste verte niet. Hij heeft ons met zijn vis de winter doorgeholpen. Frigga, wat had er van jou bloedjes van kinderen terechtgekomen zonder zijn genezende kruiden? Hij is onze dokter. Geef ze dan die steen. Geef ze dan de steen. Ze zeggen aan Ragnar dat hij verdronken is. Zijn steen. Dan haal ik een oog. Nee, dat is hem niet. Sinds wij die steen hebben is er nooit meer een stormvloed geweest. Wij geen steen, dan ook geen dorp. Begrijp dat dan! Ik vertrouw die vikingen echt voor geen euren. Ik ook niet. Zodra wij toehappen, hakken zij ons in de pan. Ja, oké, hoe wordt dat? Gaat het nog lang duren? Beste vikingen. Wij stellen het royale gebaar voor van uw koning voor onze hulp aan schepen in nood op prijs. Het is waar, hij heeft gelijk. Door ons staat onbaatzuchtige hulp aan schepen in nood bovenaan. Dat is bij onze buurdorpen wel anders. Goed, zet uw geschenken maar op de stijger en we zullen ze eerlijk verdelen. En wens u voorspoedige reis terug. En doe de groeten aan uw koning. Dat zal ik doen. Hey, hier wil ik zijn boven, dus kom met hun, dan kom ik
bent daheim. Los, der op je broek. Hey! Don't drop met het schip! Ik wil er langs. Ik heb net uitstaan en het is afgehaald water. Kloot op onze recht noorden. Zou er weer erop? Ja! Help! Ik ben hier! Hey, doe! Hey. Ik heb het hier. Doe please met die tong van je moek al, begrepen? Ja! Mensen, dat is dan ook wat. Heb ik jullie een feestje beloofd? Loopt uit op een vechtpartij. En mijn dorpelingen zijn gevangen. Dat nemen we toch niet? We zullen ze volgen. Via dat paadje daar. Maar het is wel eng. Blijf goed bij elkaar. Het wordt niet voor niks. Juliana's knekelpaadje genoemd. Ik vraag jullie om mij te volgen. Oh, shut up.
zullen u doorgeven. Neem uw bezit, ga vlug met vrouw en kind. En vlug van hier, omwille van uw leven. Verlos ons van de Noordman hier. Laat ons in vrede leven. Verlos ons hier, dat hij ons weer vervult met angst en beven. Wees toch beducht en raar, er snel vandoor. Het moorden kan nu elk moment beginnen. Wij vieren zeggen nu vermijd de nood. Want als die bloed ruikt, raakt hij buiten zeeën. Maar ga niet door het land van buurman Bos. Ze staan nu daar verlangend op te wachten. Kies voor uw veiligheid de weg langs Hendrik Roos. Als u niet wilt dat zij u af gaan slachten. Verlos ons van de Noordman hier. Laat ons in vrede leven. Verlos ons hier. Sta toch niet toe dat hij ons weer vervult met angst en beven. Hebben die Noormannen trouwens een slordig werkje gedaan. Vier lijken. En ze kunnen ons nog waarschuwen om niet naar het land van Bos te gaan. Maar, dat staat u wel, dat doen wij natuurlijk toch. Want wij willen toch onze dorpelingen niet in de steek laten. Ik verzoek u dus mij te volgen. Wij draaien het gezicht om en lopen in eerste instantie naar de verlichte lantaarnpalen. Thank you.
steen met edelstenen in goud gevat. Haal me nu de priester. Hé! Mag ik uw aandacht? Ja. Wat is de bedoeling, heer? Werp de runetekens, schouw de ingewanden en sla desnoods achter de vlucht van de regen open. In dat geval vraag ik u toestemming om mij terug te mogen trekken. Ja, is goed. Want slechts in volstrekte eenzaamheid kan ik de wil der goden ontraadselen. Dat vind ik prima. Wat moet ik vragen, heer? Wat u zult op het verberg hebben. Waarom wat er precies gebeurd is in die novembernacht. En waarom zijn jullie willen praten? Dat is goed, heer. Oké. Dank je. Heer. Heer. Ja. Dat met die regenwulpen, dat gaat niet. Hoezo? Het is donker. Dan zoek je maar een ander beestje. Maar zorg dat je erachter komt. Als wij het antwoord. Als wij het antwoord op die beide vragen niet weten. Dan weten wij het toch niet. Hoe kunnen wij die vragen dan ooit beantwoorden? Jij weet dat. Ik weet dat jij dat weet. En als jij niks zegt, dan gaat je kleren aan. Ja. Hoe weet u dat zo zeker? Wie heeft u dat dan verteld, hè? Hoe weet u dat? Jullie hebben ons twee van die kaalkoppen gestuurd, hè? Monniken noemt zich dat zelf. En ze kwamen ons bekeren. Ons vikingen. Bekeren. Bekeren. En wij vroegen waar ze vandaan kwamen. En ze kwamen hier vandaan. Hier? Hier? Wat is hier? Dat kan toch net zo goed zeerijk zijn of zo? Terug het dorp met de Andreaskerk. En hebben ze in zeerijp een Andreaskerk? Ik dacht het niet. Wij weten nergens van. De monniken vertelden ook ons ook dat zij de schipbreuk hebben gezien. Ze hebben de kleinzoon gezien, ze hebben de runesteen in handen gehad. Waarom ben je zo koppig? Waarom ben je zo koppig? Wat is het te verbergen? Je staat oog in oog met de droom! Alsjeblieft, pak graag, dan zal ik eerst beginnen te ranselen! Oké. Leg me op aan, Bok. Leg hem op het hakblok! Leg hem op het hakblok dan! Nee! Ah, kom op! Zo! Nee, de dood! Nee! Nee, de dood! Ik moet zeggen! Nee, u moet hier niet zijn! U moet die zeeleid zijn! Daar doen ze de smerigste dingen! Daar stoken ze allemaal vuren of schepen op de banken te lokken! Wij in de klappen krijgen niet daar horen! Dat is niet eerlijk! Wacht maar, dus zien wat er gedaan is! Laat eens zien! Vuren stoken ze overal hier net zo goed als in Zeerijp. Rand van Matti Dwarskop met zijn domme praat. Denkt u nu werkelijk dat wij zo'n gemeente zijn dat wij die arme stakkers met vuren laten stranden? Met mijn hoofd, mijn arme hoofd, zo lang als in mijn hoofd zit, zweer ik u dat wij alleen vuren stoken om schepen te waarschuwen voor een diepte. Voor ondiepte. Alsjeblieft. Hans hem af. Wat? Hans hem af. Wat? Ik? Jij? Op het hakblok. Nee, alsjeblieft. Op het hakblok. Ja.
Ragnar. 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 Waar is het? Zoek nou eens een vrouw voor me! Ik weet het niet. Ik weet het niet. Kan ik hier terechtkomen? Waar is de runesteen? Waar is Ragnar? Teruggetrokken. Ik heb de runestenen geworpen. Ja. Ik heb de ingewanden van de zwarte kraai. Ja, oké. En ondanks het lawaai hier kon ik me heel slecht concentreren. Ja, oké. Wat zegt het? Wat zegt het? Ja, ik zag een schip. Ja. Een razende storm. Ja. Gegil, geschreeuw. Is dat alles? Is er niks anders? Een teken, alvast een aanwijzing? Ik zag vuren, heer. Vuren, lokkende vuren. Vuren? Hoor je dat? Vuren? Jij hebt het schip met vuren naar de onderste gegooid. Toen stranden. Ik hou jou verantwoordelijk voor de dood van de bemanning. Waaronder de zoon van de koning, zijn vrouw en zijn kind. Pearl! Ja? Voltrek het vonnis. Nee, oké. Zo, laffe man. Waarom moest jij zo nodig uit de voeten maken? Hè? Had jij soms iets te verbergen? Net als iedereen hier! Ik ben bang. Ik ben niet zo dapper. Ik ben bang voor geesteling en voor de hartklok. En ik wil ook niet worden opgehangen. En dat is precies wat we met jou gaan doen. Nee. Pearl. Shut up.
plaats van jou ze meer water worden in plaats van ophangen, hè? Wat zou je daarvan vinden? Wat? Wat? Wat wilt u mee bereiken, heer Pelle? Als wij niet weten, dan zit het toch niet in mijn hoofd. En als het niet in mijn hoofd zit en uw hart verhangen komt eraf, dan bent u het ook kwijt. En daarom gaan we jou ook water worden. Want dan zit die zultkop van jou nog wel op je rond. Maar dan spoel je je kop leeg. En dan gut die informatie er zo uit. Zo moet jij dat zien. En als het er nou niet in zit, hè, dan komt het er gewoon niet mee uit. Dus wat schiet je er mee op? Niks! Zullen we maar beginnen waar? Zullen we maar eens kijken wat we ooit die kop kunnen slaan? Grijp hem! Ha ha ha!
Ja. Wat een toestand. Hangen kunnen ze niet, dat wisten we al. We gaan weg, mensen. We laten hun gang gaan. En wij gaan naar de ijsbaan. Niet op de schaatsen. Zijn niet van jullie? Nee. Geschenken zijn er ook, zo weer! Hier hebben we! Of anders dat klintetje kalt in neer, hè? Dankjewel. Zwoor, zwoor! Nou nu! Boeken!
voorzitter. Hier zit Funt Capitool in, dat vijf wel. En dan zit het zo. Verder ik terug naar Vikingland. Gewoon dit onder uw verdeel. Ja! Boeken! Doe Chris de helft. Helft? En de rest is voor mij Grinda. Wat? Grinda, Grinda. Tot sukkels! Maar, met een goed terras. Het tijd keert! Het tijd keert, we moeten vertrekken! Iedereen aan boord! Om niet te leggen! Aan boord, aan boord. Nooit meer schrobben en dweilen en boenen en poetsen. Rijk? Ja, moeder, Rijk. Je hoeft je nooit meer te laten vernederen en te koeieneren door die rijke wijze van dood en dood! Dat zou ik 100 keer liever doen als ik wist dat jij bleef. Moeder. Wat heb ik aan rijkdom? Als jij weggaat, laat die Vikingen een ander zoeken. Moeder, dat kan niet. Dat kan niet. Ik ben een koningszoon. Ik moet met ze mee. Maar ik kom terug om u te halen. En dan komt u in een prachtig huis te wonen en wordt u als een vorstin behandeld. Ja, dat wil ik niet. Ik wil dat niet. Ik wil dat je blijft terechtgaan. Blijf! Het gaat niet, moeder. Ik moet met ze mee. Ik voel het. Ik ben mijn enige koningszoon. Ik ben de enige echte. Volgens mij wordt het niks met die Vikings. We moeten opschieten. Koning, jongen, koning? Dat is helemaal niks voor jou. Koningen worden vermoord. Ze steken je dood als je niet kijkt. Ik zie het, ik voel het. Ik wil dat je blijft. Moeder. Ik moet gaan. De wind is gunstig, kom op aan boord. Ik kom terug om u te halen. Alleen afscheid. Dorpelingen. Het gaat jullie goed. En onthoud wat ik jullie heb geleerd over het vissen en zo. En ik zal ervoor zorgen dat jullie nooit meer worden aangevallen door het smerige Vikingtuig. Yes! Erik, er zit een vis aan je haar. Hou wel, vrienden. En als het mij ligt, leven jullie in vrede. Oh, no.
Kijk hier eens, mevrouw. Kijk hier eens wat er gebeurt. Kijk hier eens. Woonbouw heeft uw lied gehoord. U ziet het toch met uw eigen ogen. De kracht. De kracht. De band tussen zoon en moeder is te sterk. En ik voelde me teruggetrokken naar de kust. En toen, alsof een stem in mij de woorden sprak, gaf ik het bevel, keer terug! Dat was Wodan. Wodan, de wolkenverzamelaar, de god van de spletende bliksem. Zijn macht is groot. Oh, Ragnar! Kijk de steen! Hij gloeit! Hij wordt heet! Ah, oké. Okay. Oh, please, maar hij heeft niet één voor uitstreken. Heeft hier die steen. Haal iets om te schrijven. En haal iets om op te schrijven. Ansus, Lagalas, punt. Schrijf maar eerst dan. Bij alle goden, bij Thor, Odin en Troja. Wat is er hier aan de hand? Kijk zelf maar. Blauwtand heeft de koning vermoord. Knoet Blauwtand zit op de troon, een staatsgreep. Wat? Wat nu? Hij lacht er maar beter bij zijn moeten blijven. Blauwtand wil hem zeker op te wachten, zo van de zeven. En wij dan? Kunnen wij wel naar huis? Ja, dat lijkt me niet verstandig. Dan hangen ze ons aan de hoogste boom. Nee, waarom blijven jullie hier? Ik bedoel, mooi poen is genoeg hier. Hier zeggen, hier wonen en dan lopen en moorden langs onze kust. Bent u zo vergeten, heer Pelle, waar je hebben geleden, dat we zijn gemarteld, dat de mensen zijn opgehangen en u wilt hier komen wonen, alsof er niets is gebeurd? Voorzitter, u heeft gelijk, maar u moet niet vergeten dat wij zijn gedwongen om hard op te treden. En als u niet zo koppig was geweest, hadden wij die al die dingen natuurlijk nooit gedaan. Ja. En dan blijf ik. Koppigheid is niet het juiste woord, maar alles wat er gebeurd is. Oké. Ik moet dapperheid zeggen. Jullie dorpelingen zijn dappere mensen. Echt dapper, toch, mannen? Ja! Kijk, als wij in uw dorp mogen wonen, dan bent u veilig tegen de invallen van Norman. Toch, mannen? Ja! Wij kennen de streken van de vikingen als geen ander. Zo. En de lijken, die bebungelen bij de pastorie weg, die bent u ook al vergeten. Niks aan de hand! Kijk, daar lopen ze! Hè? Toch helemaal in orde, mannen? Ja.
niet. Ik ben heel tevreden. Op het moment dat Jan Willem niet zo goed is gedaan, maar voor de rest. Albrecht, bedankt! Albrecht, bedankt! Trots en blij. Ontzettend mooi stuk. Leuk, hè? Ja. Proost. Ja. Proost. Ja. Ja. Diederik Huygema. Hoe is dat? Vraag nu alvast een handtekening. Ja. Over een jaar is in. Ja. Dan kunnen wij zeggen, we hebben nog met hem samen gespeeld. Ja. Den, ja. Die jongen in die witte limousine, die kennen wij. Ja. Dat is Diederik Huygema. Ja. 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 Wie is de zuster van René? De superster. Ja. Oh ja? Ik heb zo'n Hoe fijn het? Ik vond het leuk. Dan gaan al die leuke. Geweldig. Hartstikke mooi. Ja? Ja, zeker. Wat spannend, hè? Ja, ja. Ja, leuk dat het ook gewoon door het hele dorp heen gedaan wordt. Het is, ja, het maakt het, het is donker. De sfeer is heel anders.